Het is mij een waar genoegen om u vandaag de diverse bouwkundige projecten vanuit het ministerie te presenteren. Ik zal u een aantal of 13 projecten presenteren met betrekking tot de technische staat en dergelijke. Ik start met het eerste project waar wij vandaag een direct zicht op hebben en dat is het gebouw van de staatsraad. Aan uw linkerhand, rechts bij u, ziet u dat. Het gebouw van de staatsraad, die nu voor reeds 40% is uitgevoerd, dus de renovatiewerkzaamheden, bevond zich in een vervallen staat, waarbij er door de vicevoorzitter, mevrouw Ramelagansing, aan de bel is getrokken en wij vanuit openbare werken het project hebben voorbereid en dus thans uitvoeren. De uitvoeringskosten zijn gesteld op een bedrag van ongeveer 3 miljoen SRD. De aannemer hierbij belast is het aannemingsbedrijf Suram NV. Het volgend gebouw is het gebouw van het Oud Financiën, meer bekend als het Hoekgebouw. Het verzoek voor renovatie kwam vanuit het kabinet van de president, waarbij er werd aangegeven dat het gebouw wederom in gebruik zou willen worden genomen. Ja, vergeef me dat. Het project is reeds voor 20% uitgevoerd en de uitvoeringskosten van het project zijn gesteld op ongeveer 5 miljoen SRD. De aannemer belast is het aannemingsbedrijf Suram NV. Ook het gebouw bij u bekend als het congreshal. Ook het gebouw bij u bekend als het congreshal hebben wij onze hulp geboden na de hevige rukwinden van september jongstleden. Het gebouw is voorzien van splinternieuwe dakplaten. Ook hebben wij de dakconstructie verstevigd waar nodig en de bijbehorende renovatiewerken om waterschade teniet te doen uitgevoerd. Het project is reeds voor 100% uitgevoerd. Het gerechtsgebouw strafzaken aan de Münchener-Wulfingstraat, meer bekend als het kantongebouw, heeft ook van onze technische staf een bezoek gehad. Het feit dat de president van het Hof, meester Rasselbaks, aan het bel trok nadat het centraal koelsysteem uitviel, heeft gemaakt dat de technische staf van OW het project heeft voorbereid en uitgevoerd. Het gaat hierbij niet om herstelwerkzaamheden, maar wel om het leveren, installeren en geheel bedrijfsvaardig opleveren van koelinstallaties. Wij hebben met de meeste spoed het project voorbereid en dus uitgevoerd. De kosten hierbij zijn gesteld op ongeveer 4 miljoen SRD's en de aannemer hierbij belast is Nieuwtech NV. Aan het gebouw van de huidige bureau familierechtelijke zaken, vreemdelingenzaken en opa Dully zullen de daklekkages worden opgeheven, inclusief bijbehorende renovatiewerkzaamheden. Door het ministerie van Juspol is het verzoek gedeponeerd bij ons om dus dan de daklekkages in de genoemde gebouwen op te heffen. Het project is al aanbesteed en thans in de uitvoerende fase. De uitvoeringskosten zijn gesteld op ongeveer 2 miljoen SRD. De aannemer hierbij belast is het bouw- en schilderbedrijf Huaru Schilders. Het gedeeltelijk renoveren van het dak van het gebouw van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, die staat aan de meester J.C. Mirandastraat, nummer 13 tot 15, is het volgende project die ik u presenteer. Het project is op verzoek van het ministerie van NH naar ons toegekomen. En hierbij ging het om het renoveren van twee platte daken, waarbij we dus het project hebben voorbereid en nu in de uitvoeringsfase bevindt. De uitvoeringskosten van het project zijn gesteld op een bedrag van 3 miljoen SRD's en de aannemer hierbij belast is Suram NV. Het dak van het hoofdkantoor betreffende het gebouw van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft dit jaar ook onze aandacht gekregen. Er is namelijk gewerkt aan daklekkages en het opheffen van waterschade in het gebouw. Het project is reeds voor 100% uitgevoerd en de uitvoeringskosten hiervan zijn gesteld op ongeveer 2 miljoen SRD's. De aannemer hierbij is het aannemings- en grondverzetbedrijf R. Balwan Gier. Op het terrein van de STS, Surinaams Technische School, bevindt zich het directoraat beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ook dit gebouw is aan renovatie toe
inclusief het herinrichten ter behoeve van kantoorruimtes of werkruimtes voor het directoraat. Het project is reeds gegund en het wachten is dus op de contractondertekening. De uitvoeringskosten van het project zijn gesteld op ongeveer 1,5 miljoen SRD's. De aannemer hierbij belast is het aannemingsbedrijf Suram NV. Het gedeeltelijk herstellen en schilderen van het presidentieel paleis aan het Onafhankelijkheidsplein is een door ons reeds tot 2 maal toe opgeleverd project. Gezien het presidentieel paleis jarenlang onderhoud en renovatie ontbeerde, vond het kabinet van de president het erg noodzakelijk om de nodige werkzaamheden te laten verrichten om het paleis een facelift te geven. In het kader hiervan hebben wij binnen een heel kort tijdsbestek een renovatie- en schilderproject voorbereid en uitgevoerd. De uitvoeringskosten van het project waren gesteld op een bedrag van ongeveer 4 miljoen SRD's, inclusief additionele werkzaamheden die wij dit jaar hebben uitgevoerd en afgerond. De aannemer belast is het aannemingsbedrijf Suram NV. Op verzoek van het kabinet van de president, van het vicepresident is het project het vervangen van de dakbedekking en de dakconstructie van het regeringsgebouw, oftewel dokter-ingenieur Frank Essert gebouw aan de Dr. Sverdmanstraat te Paramaribo, thans aanbestedingsgereed en voorbereid door de dienstverlener, raadgevend ingenieur en architectenbureau General Project Consultants. Vanwege de zeer slechte staat van de dakplaten en de dakconstructie, met als gevolg grote daklekkages die zorgen voor waterschade aan het plafond en de wanddelen, is het noodzakelijk dat het dak volledig gerenoveerd wordt. De directievoering van dit project zal tevens uitbesteed worden aan de architectenbureau General Project Consultants. Het project bevindt zich thans, dus zoals ik het eerder zei, in de aanbestedingsfase en zal begin volgend jaar worden uitgevoerd. Nog even hoor. Het verzoek van de restauratie van het oude bivasgebouw aan de Kombeweg ten behoeve van het Hof van Justitie kwam tot ons vanwege het gebrek aan geschikte kantoorruimte ten behoeve van het Hof. Het gaat in deze om een monumenteel pand. Door het ministerie van Openbare Werken is het architecten- en ingenieurbureau Ulrich Bab aangetrokken om het project zo snel als mogelijk aanbestedingsgereed voor te bereiden, rekening houden met de diverse regelgevingen voor het bouwen in onze historische binnenstad en de daarbij horende bufferzones. Het project bevindt zich thans in de aanbestedingsfase. Goed, ook het project het gedeeltelijk renoveren van het gebouw van financiën en planning behoort ons toe. De uitvoeringskosten van dit project zijn gesteld op een bedrag van ongeveer 6 miljoen SRD. De aannemer belast is het aannemingsbedrijf Suram NV. Het laatste project dat ik u presenteer is het project genaamd het verwijderen van asbestdakbedekking van het hoofdkantoor van het oud centraal gebouw van het ministerie van Justitie en Politie, gelegen aan de Henk Arendstraat nummer 1 te Paramaribo. Het verzoek tot het voorbereiden van het project kwam tot ons vanuit het ministerie van Justitie en Politie, waarbij wij van het openbare werken na opname met spoed het project hebben voorbereid en nu op het punt staan deze uit te voeren. De uitvoeringskosten van het project zijn gesteld op een bedrag van ongeveer 800.000 SRD en de aannemer hierbij belast is het aannemingsbedrijf Suram NV.